van Allah hulpbehoevenden met of zonder indicatie huishoudelijk hulp. Huishoudelijk hulp is voor veel mensen een essentieel belang om een humaan leven te leiden. In het huidige systeem is het helemaal zo dat veel mensen die veel hulp nodig hebben, het niet kregen. De ervaring vanuit Stichting Onze Hoop is dat met name mensen met een migrantenkomaf niet de juiste antwoorden weten te geven op de vragen die gesteld worden. Daarnaast wonen deze personen vaak met meerdere hulpbehoevende mensen samen en hebben zodoende geen recht op ondersteuning. Op deze manier komt het voor dat twee personen tegelijk verwaarloosd worden. Een voorbeeld hiervan is een gescheiden vrouw die met haar schizofreen zoon samenwoont en dus geen recht op heeft op hulp. Dames en heren, deze mevrouw is inmiddels een week geleden overleden. Dit soort situaties zijn onacceptabel. Bovendien hebben we te maken met mensen met een lage weerbaarheid die moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen. De kortingen op de uren laten ze vaak over zich heen komen. Ook aan is dat niet genoeg om echt in een schoon en leefbaar huis te wonen. Nog 1 minuut. Dit zou niet...